Ze hebben mij ook wel eens verteld dat er eerst kerst was, voordat het christendom er was. En toen vonden de christenen het helemaal niet een leuk idee dat er een heidens feest was. Dus toen hebben ze dat heidense feest christelijk gemaakt. Kerstfeest, wat is dat dan weer voor een feest? Dan vier je de verjaardag van Jezus. Dan vier je de verjaardag van Jezus. Maar jullie gaan niet naar de kerk, hè? Geloof je dan wel in Jezus? Eigenlijk niet. Maar ik doe het voor mijn oma. Het voor je oma. Je viert kerstfeest voor je oma, want je oma gelooft wel in Jezus. Wat is kerstmis? Dat je vrede viert. En wat is vrede? Dat je geen ruzie hebt. Dat je geen ruzie hebt. Ja, lukt dat? Nee. Nee, dat is heel moeilijk, geen ruzie maken. Ja, jullie zijn met z'n drieën lekker op stap. Jij niet? Ik ken haar niet. Oh, jullie kennen elkaar niet? Ik ken haar wel, maar haar niet. Oké. Ze hebben hier niet met z'n drieën gekomen. Nee. En jullie zaten toevallig op hetzelfde moment. Ja. Het is toch wel gezellig dat jullie dan naast elkaar gaan zitten. Maar er is een groot verschil tussen jullie thuis en op school. Want moslims geloven niet dat Jezus gekruisigd is. Nee, maar hij staat wel, hoor. Wel in de Koran. Hoor. Ja. Nou, heel veel dingen die in de Bijbel staan, staan ook in de Koran. Dus, De islam is na 600 jaar na Christus is de islam pas gekomen. Oh, 600 jaar na Christus. Ja. Ja. Dus eigenlijk is de islam dan een jongere godsdienst dan christendom. Ja. Het is wel heel mooi. Ja. Ja, het is wel heel mooi. Jammer dat je het eraf moet halen, hè? Heb een klein beetje pech gehad. Die moet je nog een keer zeggen, hoor. Want die is heel moeilijk. Wat ga je niet willen? Dat, wacht even, dan moet ik even eerst de eerste zin. Dat gij niet wilt wat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dat wat gij niet wilt, dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Hallo. Hallo. Vier jij kerstfeest? Geloof jij het? Aan de onderkant. Het is gewoon niet rijden. Nee, nee, nee. Ik weet niet wat ik hier maar voor moet stellen. Nee, ja. Hallo. Want denk het, feest van de vrede, meer lief zijn dus ruzie. Het staat niet in de wet van Jezus dat je lief moet zijn voor je zusje. Dus sla je zusje gerust in elkaar. Oké. Maar dat is ook iets voor jongens, hè, om een beetje onaardig te doen tegen hun zus, of niet? Ja. Zouden zussen dat toch vinden? Ook in de belangrijkste natuurlijk, hè? Daarom doe ik het niet. Ik wacht even. Oh, kenneboom. Oh, kenneboom. Weet je dat ze dat al heel lang deden? Lang voordat ze het hadden over Jezus, zetten ze al met z'n allen een boom buiten om het licht te vieren. Heel vroeger was eigenlijk kerstmis het feest van het licht. Want het is nou juist heel kort dag. Dat is grappig, hè, dat het dat eigenlijk was. Maar iedereen die denkt nog dat het de verjaardag is van Jezus. Terwijl eigenlijk heel veel mensen ook niet eens weten of Jezus wel in december is geboren. Wat geef je dagen om Ja, dan zegt Ali B, oké, voor jou is die dan wel gekruisigd. En wat betekent dat dan voor jou? Ja, dat iemand zich opoffert. Of dat je trouw bent aan jezelf en waar je voor staat. En dat soort dingen worden dan genoemd. En dan zegt Ali B, nou, ik geloof niet dat Jezus Christus is gekruisigd.
gekruisigd. Maar die dingen die je daar noemt, die vind ik allemaal ook belangrijk. Ja, hè? Dat wens jij eigenlijk de hele wereld. Ja, ja. Horen jullie dat? Hoe heet hij? Mees wenst jullie allemaal een heel gelukkig leven toe. Een boodschap krijg je pas als je denkt, dit moet allemaal anders, toch? Ja, dus als je geen boodschap hebt, dan is alles wel goed zoals het is. Vind je alles goed zoals het is? Nee. Wat moet veranderen? Geen dingen op de grond gooien. Horen jullie dat? Geen dingen op de grond gooien. En verder. We gaan de hele wereld in één keer veranderen. Marinka en ik. Ja. De natuur schoonhouden. Dus ook geen rommel in de natuur. En de dieren niet bedreigen. Hebben we nog meer boodschappen voor de mensen? Nee, dat is het. Als jullie daar nou even goed aan denken. In 2012, dan zijn Marinka en ik tevreden. Toch? Ja. Yes. Als je luidkeels gaat zingen in een winkelcentrum, krijg je wel gelijk de beveiliging achter je aan. Dus weet waar je aan begint, maar ik moedig dit voor... Maar ik moedig dit soort acties van harte aan om de vrolijkheid weer terug te brengen op straat. Veel plezier. Weet jij waar het voor zo gaat? Ja, we gaan Jezus. En wie was Jezus dan eigenlijk? De zoon van Maria. De zoon van Maria? En van? Ja, die andere weet ik niet. Kerstmis in de pol. Wel fijn voor deze volwassen mensen dat ze kinderen hebben waardoor zij zelf ook weer aan het knutselen slaan. Kijk maar eens even goed wat hier gebeurt. Hij is ook helemaal van jou. Mag ik even de plakken aan? Ik heb zelf ook... Oh, handen, maar kunnen... Ja, dat is een kerstbal. Ja. Kijk. Ja. Dat is een kerstbal. En nou de witte? Jongetje, daar beneden mij. Heeft jouw papa die ketting nou gemaakt of jij? Nee, zei je zusje hebt hem gemaakt, toch? Wie? Mijn zusje. Ah. Jij bent de maakster van dit kunstwerk. Nou, ik het lukt me niet zoals het woord was, maar... Nee. En moeder? Heeft ook weer hulp nodig. Zo gaat die ketting van hand tot hand. Wist je dat? Dat mensen met kerstmis de geboorte van Jezus vieren? Ja. Geloof jij dat Jezus niet bestaat? Ja? Wat was dat dan voor een man? Nou, die allemaal vertelde. Ja, die dingen vertelde. Wat vertelde die dan? Verhalen. Verhalen. Het was een verhalen vertellen. Viert u ook kerstmis? Ja, ik ook kerstmis. En
Wat viert u met Kerstmis? Wat wij vieren? Ja. Leuk, mag je meegeven? Ja, wat vieren we eigenlijk met Kerstmis? Ik weet dat. Dat we het echt gezellig hebben met z'n allen. Ja. De gezelligheid, de onderlinge verbondenheid. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja. Ja. Niet zozeer als iets religieus, maar het komt er mooi in. Past er mooi bij, zeg maar. Ja. Is het ook altijd gezellig met Kerst of is er soms ook ruzie? Soms is er ook ruzie, maar dat hoeft niet te zorgen dat het niet gezellig is. Het hoort erbij. Ja, want ik heb wel eens gemerkt dat in sommige families is de kans op ruzie met Kerst groter. Ja, maar die kans is sowieso groter omdat er veel meer mensen samen zijn. Dus dat is het dan. Extra kans, ja. Oh, er gaat nog iemand in het interview erin. U wou wat zeggen? Ja. Ik heb een keer Kerst gevierd en toen hadden ouders heel veel ruzie. Ja. En toen vieren ze eigenlijk het feest van de vrede, hè? Ja. Want Kerstmis is toch feest van de vrede? Volgens mij wel. Maar vrede, kan dat zonder oorlog? Nee, kan eigenlijk niet. Nee, hè? Nee, die zitten aan elkaar vast. Want als het altijd maar vrede is, dan weet je toch niet meer dat vrede is? Nee. Dus misschien lokken we juist wel ruzie uit door Kerstmis als vredesfeest te hebben. Zou dat kunnen? Ja. Dat we daardoor juist ruzie krijgen omdat we zo ontzettend van plan zijn vrede te hebben. Kan best wel een beetje. Maar ik vind dat ik er nou een beetje mee op moet houden. Wat zeg je? Mijn vader, ik denk dat ik er nou even mee op moet houden voordat mijn vader komt. Oh ja, dat is goed, want die mag dit niet merken, hè? Nee, dan wordt hij boos op me. Oh, nou, dan doe ik hem gauw maar even van je afhalen, deze camera. Het is Kerst. Een feest. Wat voor feest? Vier jij Kerst? Ja, maar niet met cadeautjes. Wat dan? Wat vier je dan met Kerst? Gewoon dat het gezellig is en winter. En dat is ook genoeg. Heb je daar nog wat meer over te zeggen? Dank je wel. Kerstmis is gekomen. Begin maar te dromen. Ik maak ook wel eens ruzie. Ik kan daar eigenlijk niks aan doen, maar dan word ik in één keer boos. Ja. Als het zo krijgt, krijg ik wel. Ja, kan er dan ooit wel vrede zijn op aarde? Kan dat? Ja? Beter je best doen dan. Mag ik jou wat vragen? Wat is Kerstmis? Lieve vrouw. Maar je viert het wel, hè? Maar je weet niet wat het is. Jawel, hè? Want wie heeft er een baby gehad? Weten ze? Dat weet je wel. Ben je een beetje verlegen? Oh ja, dan zal ik maar even je moeder vragen dan. Ja. Jozef en Maria, hè? Heb je toch op school geleerd? En u viert ook Jozef en Maria Kerst? Ja, ja hè? Ja. En bent u christelijk? Nee. Maar toch viert u Jozef en Maria Kerst? Ja. Wat hebben Jozef en Maria gedaan voor de niet-christelijke medemens? Geen idee, moet je niet aan mij vragen. Ja, maar u viert het toch? Vertel u het mij maar. Nee, ik weet het niet. Ik sla hier met verbazing gade hoe niet-christelijke mensen van Kerstmis een christelijk feest maken. Hij weet er alles van. Ah. Dat is wel makkelijk. Hallo. Hallo. U viert kerstfeest. Ja. En wat viert u daaraan? Oh, de geboorte van Christus, toch? Bent u christelijk? Nee, ik ben katholiek. Is dat niet christelijk? Jawel. Oh ja, ja. Ah, vandaar. Dus omdat u dan christelijk bent, viert uw vrouw en uw kinderen samen voor uw kerst. Ja, en voor mijn kinderen. Ja, want die geloven ook in... Nou, ze gaan naar een christelijke school, dus we doen ons best. Oh, mooi. Kijk, nou snap ik het. Ja? Ja, dank u wel. Nou, graag gedaan. Dus
als je dan boos bent, dan moet je in je hoofd denken. Van zal ik het doen, zal ik het niet doen. Zal ik het doen, zal ik het niet doen. En misschien gewoon die boosheid maar een beetje laten gaan. Want daar kan je niks aan doen, hè. Maar dat je gewoon beter in je hoofd denkt, zal ik het doen of niet. En zo lukt dat dan. Nou, dan krijgen we misschien zo toch vrede op aarde. Zullen we het proberen? Vrede op aarde. Denk eerst na voordat je slaapt. Wat vier je op je verjaardag? Wat vier je met nieuwjaar? Wat vier je met kerstmis? Kijk, zo eenvoudig is het. Met kerstmis vier je gewoon kerstmis.